doden bij bedrijfsongeluk Maarsen. Daphne Schippersbrug hangt. Een bijzonder bezoek voor oude Waterse schrijver. Goedenavond, maandag 17 oktober. Dit is U Vandaag. Veel meer ouderen zouden een opfriscursus moeten doen als ze nog aan het verkeer deelnemen. Veilig Verkeer Nederland die biedt die aan. En het is nodig, want bijna de helft van alle verkeersslachtoffers is 60 plus. We praten erover met Gert-Jan Weijerink, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, district Utrecht. En dat aantal verkeersdoden, dat neemt toe. Ja, klopt. Voor het eerst sinds vorig jaar zijn de aantal verkeersslachtoffers toegenomen. Ja. Nou, dan jullie doen natuurlijk alles aan om dat te voorkomen. Ja. Het is vandaag ook de dag van de armoede. En daarover praten we met de Utrechtse acteur en theatermaker Bright. Richard Bright, je bent onze stamgast. Waarom is het voor jou zo belangrijk dat armoede wordt aangepakt? Ja, omdat ik zie dat als je niets doet aan armoede, dat in de toekomst de draakvlak voor nieuwkomers, vluchtelingen, zal verdwijnen. Zometeen meer. Eerst het belangrijkste nieuws van vandaag met Margreet. Bij een bedrijfsongeval bij een woning aan de Straatweg in Maarsen is vanmiddag een man overleden. De man was aan het werk op het dak en is gevallen. Het ongeluk gebeurde bij een huis vlakbij de Zuilense Brug. Het huis wordt verbouwd en staat in de steigers. Een traumahelikopter landde om medische hulp te verlenen. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het is gelukt. De geplande werkzaamheden aan de Daphne Schippersbrug in Utrecht zijn afgelopen nacht uitgevoerd. Eigenlijk had het dit weekend al af moeten zijn, maar toen liepen bouwers tegen problemen aan. Voor het inhijsen van de brugdelen waren de takels namelijk niet zwaar genoeg. De afgelopen nacht kon met extra zwaar materieel de klus wel geklaard worden. Vanochtend om 7 uur is dan toch het moment. Het laatste van 10 brugdelen wordt op zijn plek gehesen. Blijdschap bij de bouwvakkers. De klus is eindelijk geklaard. Maar het ging niet zonder slag of stoot. Eigenlijk hadden alle brugdelen al in de nacht van zaterdag op zondag op hun plek moeten hangen. Maar het bleef de hele nacht bij dat ene brugdeel en dat wilde er maar niet meer worden. De gebruikte takels bleken te licht voor hun taak. Dus we hebben een zwaardere takel moeten komen en daardoor hebben we wat vertraging opgelopen. Maar dat is redelijk goed ingelopen, gelukkig. Hè. We wilden dit weekend klaar zijn. Nou ja, het is maandagochtend geworden. De klus is geklaard en meteen worden de hijskranen uit de weg gesleept. Het is niet de eerste keer dat het werk aan de brug vertraging oploopt. Eerder waren er problemen met het installeren van de kabels. Wie gaat dat extra werk betalen? Dat snap ik, dat soort vragen. Dit is een type contract en dat geldt eigenlijk bij heel veel contracten, dat de uitvoering de verantwoordelijkheid is van de aannemer. En dat betekent dus ook dat als er iets misgaat, dat nou ja, zijn risico, zijn verantwoordelijkheid is. Intussen zijn de bouwvakkers meteen bezig gegaan de stalen constructie weg te halen die de brug de afgelopen weken op zijn plek hield. Klaar is de Daphne Schippersbrug nog lang niet. Allereerst moeten de open stukken tussen de brugdelen nog worden opgevuld. Op het moment dat we naar de volgende fase ingaan, dan worden de dekdelen met beton aan elkaar gestort. Dat betekent dat er een bekisting onder de brug komt te hangen. En dan laten ze dat vollopen met beton. En op het moment dat het uitgehard is, dan zitten die dekdelen en uiteindelijk alle dekdelen aan elkaar. Je kunt al een beetje zien hoe die brug er uiteindelijk uit komt te zien. Met dat beton dat zo glad is dat het wateroppervlak reflecteert. Maar voordat de fietsers van Leidse Rijn over het water naar de wijk Oog in Al kunnen fietsen, moet er nog wel flink wat werk worden verzet. Vanaf afstand lijkt het al een beetje een brug. De brug moet eind van dit jaar helemaal klaar zijn. De omstreden huisbaas Marcel van Hooijdonk moet stoppen met het verhuren van appartementen op de Lomanlaan in Utrecht. Woningcorporatie Mitros heeft het contract over de verhuur van 130 appartementen opgezegd. Volgens de gemeente is er sprake van overbewoning en illegaal gebruik door kortdurende huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zou Van Hooijdonk te veel huur vragen en was er ruzie over huurtoeslag. De gemeente heeft ook twee andere locaties van Van Hooijdonk geïnspecteerd. Onder meer op de Hendelstraat in Oog en Al. En ook daar is de vergunning niet op orde. Het kort geding tegen de Alfitra moskee in Overvecht ging vandaag verder. De moskee kwam in het nieuws omdat de imam betrokken zou zijn bij een grote witwaszaak. Ook zou het gebedshuis een betalingsachterstand hebben en ontruimd moeten worden. En daarover ging het vandaag in de rechtbank. Na een maand uitstel ging het vandaag in de rechtszaal dan toch over de huurachterstand van de moskee. De zaak was uitgesteld omdat de moskee de rechtbank wilde wraken. Eerder was de Field binnengevallen in verband met vermeende witwaspraktijken en had stukken meegenomen waardoor de moskee zich niet kon verdedigen. Maar de advocaat van de moskee kreeg geen gelijk en moest vandaag dus toch verschijnen. De Alfitra moskee huurt al jaren dit pand in Overvecht, maar volgens de verhuurder is er een huurachterstand van 180.000 euro.
Daarom wil de eigenaar dat het pand ontruimd wordt. Alvitra beweert dat ze het pand willen kopen en dat afgesproken is dat ze gedurende de onderhandelingen over de koop de huur niet hoeven te betalen. Je kan niet in onderhandeling gaan voor de koop en dan in tussentijd huur verwachten. En nu stelt de wederpartij, zij hebben geen huur betaald, dus zij moeten eruit. En wij stellen, nee, we hebben geen huur betaald, niet omdat er geen onwil, dan wel onmacht is, maar omdat we dat impliciet met elkaar overeen zijn gekomen. De eigenaar van het pand ontkent dat die afspraak is gemaakt. Nogmaals, er is niet overeengekomen dat de huur definitief of voor heel 2016-2017 voor zou worden. Kijkt u alle correspondentie maar op naam. Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar die andere plannen heeft met dit gebied. Over 2 weken beslist de rechter of het pand ontruimd mag worden. De rechter doet 2 november uitspraak. FC Utrecht komt dit jaar toch niet uit de rode cijfers. De club heeft over het boekjaar 2015-2016 een negatief resultaat van meer dan 4 miljoen euro. Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik vandaag in het televisieprogramma Namen en Rugnummers. Reden van het verlies is onder meer dat de transfers van Bart Ramselaar en Timo Letschert dit boekjaar nog niet meetellen. Volgend jaar juni hopen we voor het eerst in 9 jaar zwarte cijfers te schrijven. En, wat wordt het dit jaar, denk je? Nou, daar hebben wij nog wel een verlies. Hoeveel? Dat ligt gewoon in de lijn van zoals wij de laatste jaren hebben gedraaid. Dus rond de 3 miljoen euro? Ik denk zelfs nog wel iets. Dat denk ik zeker, ja. De verwachting is dat over volgend seizoen dan eindelijk zwarte cijfers geschreven worden. En dat zou voor het eerst zijn sinds Frans van Zeumenaar eigenaar van de club werd. En daardoor ziet de toekomst van de club er sinds jaren weer rooskleurig uit. En nog meer FC Utrecht nieuws, want het OM heeft opnieuw celstraffen geëist tegen de mannen die bijna 80.000 euro uit de clubkas van FC Utrecht zouden hebben gestolen. Het geld is nog altijd niet teruggevonden. Justitie wil dat 2 broers van 20 en 21 jaar oud 9 maanden de cel ingaan, waarvan 3 en 4 maanden voorwaardelijk. Een derde verdachte hoorde 5 maanden tegen zich eisen. Eerder veroordeelde de rechter de mannen al tot een wat lagere celstraf, maar de verdachten gingen in beroep. De vriendin van een van de broers werd verdacht van het besturen van de vluchtwagen, maar daarvoor is onvoldoende bewijs. De diefstal was een zogenoemde inside job. Een van de broers was financieel medewerker bij FC Utrecht en zette bewust een deur open. Zo kon zijn broer naar binnen en de kluis openen. Een bijzondere bijeenkomst vanmorgen op de katholieke begraafplaats in Oudewater. De stokoude dochter van schrijver Herman de Man, vooral bekend van streekromans, liet het graf van haar vader zien aan haar eigen kleinzoon. Schrijver Herman de Man overleed in november 1946. De man schreef boeken als Het Wassende Water. Ze zijn gesitueerd in deze streken, dus de streek rond Oudewater, de Lopikken, waren dus allemaal decor van zijn boeken. Maar het gaat vooral over de mentaliteit van de bewoners, de boerenbevolking van toen, strenge Calvinisten, toch eigenlijk wat beperkt werden in hun manier van leven. En Herman de Man probeert ze te doorgronden en ze ook verder te krijgen in de zin van openstaan voor nieuwe dingen, breek het open en durf te leven. Vandaag kwam de dochter voor het eerst in 5 jaar terug naar Oudewater. Ze woont tegenwoordig in Denemarken. En ze reist samen met haar kleinzoon. Om het graf en de herinnering aan mijn vader. En de plaats waar hij gewoond heeft. En de plaats waar die het liefst begraven zou worden. De man had een groot gezin. De meeste daarvan kwamen om in Auschwitz. De schrijver zelf overleed bij een vliegtuigongeluk. Een ongelooflijk intelligente, maar ook complexe persoonlijkheid. Hij kon zich in iedere nieuwe situatie intelligent aanpassen, maar het was ook een ongelooflijk driftige man. Weinig geduld en moeizaam in de omgang met andere mensen. De bejaarde dame en haar kleinzoon zijn ontvangen door de burgemeester van Oudewater. De knul heeft nooit iets van zijn overgrootvader gelezen, maar weet wel dat hij beroemd is in Nederland. Ja, yeah, I do, but from my grandmom only. So it's nice to be here and experience itself. Het gezelschap maakt ook een tour door de omgeving. Nou, we gaan straks wat door de streek rijden, richting Benschop, Polsbroekerdam. Die hele omgeving waar haar vader over schreef en waar hij ook gewoond heeft. Om dat weer een beetje voor de achterkleinzoon is het zelfs van hem, leven in te blazen. Burgemeester Pieter Verhoeven zei aan het graf toe dat hij gaat kijken hoe de steen opgeknapt kan worden. Herman de Man schreef tientallen boeken. Zijn bekendste boek dat was Het Wassende Water en dat werd in 7 talen vertaald. Ga naar de man. Een mooi begin, het kan beter. Dat was de uitslag van mijn korte online opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. En dan ben ik 35, want de verkeerswaakhond richt zich eigenlijk op ouderen om hun kennis bij te spijkeren. Want bijna de helft van de dodelijke verkeersslachtoffers is 60+.
Over een speciale opfriscursus voor ouderen praten met Gert-Jan Weijrink, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, district Utrecht. En onze stamgast is de Utrechtse acteur en theatermaker Bright Richards. En met jou praten we zo over de Dag van de Armoede. Gert-Jan, we zei net, het neemt toe, het aantal verkeersdoden. Ja. En dan zitten we dus al op meer dan 600 doden per jaar. En de helft daarvan is dus 60 plus. Ja, 621 doden vorig jaar. Het jaar daarvoor waren het er 570. Dus dat is een behoorlijke stijging. Ja, en ik vind het ook echt heel veel. Dat zijn 2 mensen per dag. Ongeveer, ja. Ja. En hoe komt dat dan, die stijging? Heeft natuurlijk ook te maken met toename van de telefoontjes, mobiele telefoontjes. Speelt een belangrijke rol daarin. Maar dat zijn geen ouderen? Nou, vergis je niet. Ook natuurlijk de e-bikes. En dat zijn wel weer vaak ouderen. Dus we hebben het ook niet alleen over auto's. Het gaat om alle doden in het verkeer. Ja, klopt. Ja. En waarom dan nog, ga nog eens door. Je hebt het mobieltjes genoemd, e-bikes. En dan waarom in het bijzonder ouderen zijn hier zo'n grote groep? Nou, ouderen die iedereen denkt dat je altijd de beste chauffeur bent, natuurlijk. En soms is het wel eens nodig dat een onpartijdig partij, zoals VVN bijvoorbeeld, toch nog eens even helpt herinneren dat onder andere verkeersregels veranderd zijn. Want ik heb begrepen dat vanochtend bij de instructie zat nog iemand die zei, ja, maar er is langzaam verkeer, dat komt van rechts, dus ik heb voorrang. Langzaam verkeer bestaat niet meer. Ah. En de fiets heeft tegenwoordig op een gelijkwaardige kruising van rechts ook voorrang. Nou, om even te zien hoe zo'n opfriscursus eruit ziet, ouderen in de beeld, die testen vandaag hun rijvaardigheden en wij waren erbij. Dit zijn Henny van Eindhoven. Hallo. En Wim Hugens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mevrouw van Eindhoven is 72 jaar, rijdt in een Ford jaarlijks nog zo'n 5000 kilometer rond. Ze test haar rijvaardigheid. Het wordt steeds drukker en vandaag die lage zon. Daar reken je eigenlijk niet op. Meneer Hugens is 77 jaar en rijdt in zijn Kia 12.000 kilometer per jaar. Hij test zijn ogen. Waar ik me het meest aan irriteer, dat is dat de mensen heel dicht op je kruipen. Ook als je soms 120 op een snelweg rijdt, dan zijn er altijd lui die nog weer harder willen. Omdat ze allebei 60 plus zijn, horen ze bij een risicogroep. Veilig Verkeer Nederland onderzocht het aantal verkeersslachtoffers. En van alle 621 verkeersdoden in 2015 waren 290 personen 60 jaar of ouder. Dat is bijna de helft. Nou, ik kan niet anders zeggen dat u een goede score heeft gehaald. Toch wel? Ja, u heeft een. Ouderen zijn zich er zelf ook van bewust dat hun rijvaardigheid achteruit gaat. Maar de auto speelt vaak tot op hoge leeftijd nog een belangrijke rol. Mijn vrouw fietst ook niet veel. Dus als we ergens naartoe gaan, en zeker bij familiebezoek, is het gebruik van de auto. Nou, je hebt een stukje vrijheid. Je kan iemand meenemen. Ik neem mijn bovenbuurman mee voor de boodschap. Die kan niet lopen. Dan gaan we zelf vrijdags. En dan drinken we naar koffie bij mij. Ja, het is misschien niet zo'n populaire boodschap dan om ouderen te zeggen van jullie rijden misschien niet zo goed als je dacht. Nee, dat klopt. Dat zei die mevrouw ook heel goed. Het is natuurlijk een stukje vrijheid wat je ze afneemt. Maar aan de andere kant, je moet de mensen ook een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Het is vaak ook zo dat ouderen vaak ook wel de oorzaak kunnen zijn van een ongeluk. Vind jij jezelf een goede chauffeur? Wat vroeg je? Vind je zelf dat je goed kan autorijden? Jawel. Jawel. Beschrijf jezelf, wat is een kenmerk hoe jij achter het stuur zit? Ik denk altijd vooruit. Ik probeer gewoon te kijken hoe het verkeer gaat. Maar mijn kinderen vinden niet dat ik een goede chauffeur ben. Dus dat is iets anders. Gert-Jan, waar zit het dan, zeg maar fysiek, of wat is er dan als je ouder wordt dat het autorijden moeilijker wordt? Nou, anticiperen. Nou, Bright is 46, dus dat is helemaal top nog. Ja, dat is heel belangrijk. En je ziet vaak, wat er ook gezegd wordt door ouderen, ze gebruiken de auto vaak op eenzelfde route, kort ritje. Nou, dan wordt het routine. En wat doe je als je routine hebt? Dan denk je, nou, het gaat wel goed en er komt niks aan. Dus dat is iets waar ze ook op gewezen moeten worden. Van, ja, luister, je rijdt elke dag wel die route, maar wees je wel bewust wat er om je heen gebeurt. En dat is juist zo belangrijk in zo'n cursus. Ja. Ik bedoel, Margreet zei al van ja, dat zijn ook vaak jongeren die aan het mobieltje zitten. Ja. Want daar zou ik het eigenlijk inderdaad ook eerder van verwachten. Ja, nou ja, goed. Ook dat is een groep die onze aandacht heeft. We zijn nu met een verzekeraar bezig om een app te ontwikkelen op je telefoon. Dat als je in de auto zit en je gaat rijden, dat de telefoon dus offline gaat, zeg maar. Dat al je social media wordt uitgeschakeld. Oh, dat zou wel zijn. Dat is heel gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk, social media en verkeer. Klopt. Dat kan bijna niet samen. Nee.
Want als je gaat lezen terwijl je moet opletten, dan is dat verkeerd. Ja. Maar over de opfriscursus, die is nu dan voor ouderen. Eva deed hem, die zei heel braaf, is goed, maar kan beter. Bij mij kwam daar eerlijk gezegd iets slechters uit. Ja. Ik ben net de 40 gepasseerd. Moeten we niet allemaal af en toe zo'n opfriscursus doen? Dat kan je altijd doen. Dat staat je vrij. Je mag meedoen. Het is niet zo dat je niet mee mag doen. Het is wel gericht op mensen vanaf 50, dat wel. Maar als je mee wil doen, mag je natuurlijk mee. Wat kost het? €15. Dat valt nog wel mee. Maar zitten er consequenties aan? Nee, dat doen we niet. Tenzij het echt heel erg slecht is. Maar wij kunnen als VVN geen rijbewijzen innemen. Want dat merk je nog wel vaak bij de ouderen. Die willen niet meedoen. Omdat ze dan denken dat we zeggen, ja, mag niet meer rijden. Want dat het is nu maar 1% van de ouderen die zo af en toe zo'n test doet. Ja. Maar wat ik dan niet echt begrijp, als je dan zegt van mensen vanaf 50 zouden vaak zo'n test moeten doen. Waarom is dan die verplichte medische keuring naar 75 gegaan van 70? Ja, omdat wij toch fysiek gezien beter leven. Dus het lichaam blijft langer goed, om maar zo te zeggen. Dus vandaar dat de wetgever heeft gezegd, we doen het pas vanaf 75. Maar dat is ook eigenlijk iets anders, want dan wordt gewoon gekeken, beweeg je nek, doe je ogen het. Alles, maar er kan ook een medische controle zijn als de aanleiding toe is. Oké, nou Bright, we wilden jou, kijk, je bent dus een hele goede chauffeur, zei je net, hè? We wilden je wel even testen. Durf je dat aan? Nee. Oké, dan heb ik een vraag voor je. Dan heb ik even een plaatje. Oké, dit is een snelweg en er staan matrixborden met 90. En dan is de vraag, u rijdt hier 120. Ja. Mag dat? En dan is het of A, ja, want die matrixborden, dat is slechts een adviessnelheid. B is nee, de maximumborden geven een verplichte maximumsnelheid aan. Of C, ja, je mag hier 120 rijden, want de maximumsnelheid is 130. Zeg het maar. Ik denk dat het B is. Dan ga ik even naar Gert-Jan. Dat is goed. Leg maar even uit waarom. De matrixborden zijn sinds kort, vroeger was dat inderdaad adviessnelheid, maar die hebben sinds kort ook een verplichtende functie gekregen. Heel goed. Nou, en dan nog, deze vond ik moeilijk, zal ik maar eerlijk zeggen. Oké, nog de tweede. En dan moet je op de witte bolletjes moet je zeggen wie als eerste voorrang heeft. Ja. Is het de auto? Is het de bromfietser daar linksboven? Of wat is het? Een motor? Ik heb mijn bril niet op. Nee, een motor. Een motor. Jij mag het zeggen. Jij moet de volgorde aangeven. Wie mag als eerste? Die auto mag als eerste. Want? Ja, die heeft ook volgens de verkeersborden heeft die voorrang. En je ziet die tandjes aan de straat. Dus dat betekent dat die voorrang heeft. Althans, toen ik mijn rijexamen deed, dat was toen de regel. Nou, Gert-Jan? Dat klopt. Je ziet het ook aan het bord. Dat geeft aan dat de auto op een voorrangsweg rijdt. En dat bord, het witte bord met die zwarte balk, geeft ook aan dat het een voorrangsweg is. Ja, want het stomme was dat ik dus zelf helemaal ging uitdokteren. Wie mag nou eerst? Wat is rechts? Wat is links? En toen was ik dus helemaal het bord vergeten. Ja, dat toch overkwam maar dat mij zie je dus. Heel veel tegenwoordig. Ja. Maar dat komt ook. Je hebt tegenwoordig zoveel borden in de gemeente staan. Echt een woud van borden. Ja, dat is waar. Dat het de mensen ontgaat. Dus misschien is het soms wel beter als je wat minder borden hebt. Oké, staat genoteerd. Ja. We gaan naar het onderwerp van jou, Bright. En gefeliciteerd met 100% scoren van deze vragen. Maar je ziet wel ook dat oudere mensen het leuk vinden om auto te rijden, omdat het goed is voor hun geheugen. Net als toneelspelen. Oh. Dus ze willen altijd toneelspelen en ook rijden, want dan denken ze, dan blijven ze hun hersenen gebruiken. Oké, je hebt een mooi bruggetje gemaakt. Met jou gaan we het hebben over de Dag van de Armoede. Ja. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, misschien wel de uitroeiing van armoede, want daar gaan we natuurlijk allemaal voor. Vorige week liet de stad Utrecht al weten dat er nog te veel gezinnen in armoede leven, zelfs met allerlei regelingen die in het leven zijn geroepen. Volgens het Nibud, ook in Utrecht, komt een bijstandsgezin met 2 kinderen boven de 12 ruim €300 in de maand tekort. Dus moeite met de huur, eten, energierekening. En heb ik het natuurlijk Bright nog niet eens over sporten of een cadeautje of op een schoolreisje. Wat dacht je toen je dat bericht las? Nou, ja, dat weet je al, maar dat wordt alleen maar bevestigd. Omdat je ziet het om jou heen. Dat veel mensen soms moeilijk kunnen rondkomen met de inkomen die ze hebben. En wat ik het meest heftig vind, zijn ook de mensen leven in bepaalde wijken. En in de wijken vaak worden ook asielzoekerscentrum geplaatst. Hè? En dan denk je van ja, als je niet iets gaat doen aan armoede bestrijden in Nederland, ja, dan, nou ja, dan creëren we een bodem. Een bodem waarin die sociale cohesie, die wij ontzettend veel voor hebben geïnvesteerd als land,
oud en kei gaat Dus vallen. De voedingsbodem, dus het, als je dus, jij zegt eigenlijk, als we niet zorgen voor goede armoedebestrijding, dan heeft dat ook gevolgen voor een soort wij-zij gevoel in de maatschappij. Ja, yes, wij-zij gevoel voor tolerantie en ook voor verdraagzaamheid. Je ziet het dat in de rijke wijken, hebben mensen geen moeite met de nieuwkomers. Nee, die gaan allemaal op zolder oude kleren zoeken. Ja, want ik bedoel, die weten ook van daar kosten die huizen een vermogen. Dus daar komen de nieuwkomers niet naartoe. Dus, maar wel in de wijken waar de mensen niet zoveel hebben, daar hebben ze het meest last van, want ze hebben het moeilijk. Ze vinden het heel moeilijk om kinderen een goede toekomst te geven. En dan denken ze, dan gaan je ons nu ook weer opzadelen met meer problematieken. Dus ik denk dat we als staat, maar ook als land, daarvoor moeten strijden om die armoede echt te verdringen. Maar jij komt uit Afrika, uit Liberia, en er waren dan vanwege die dag van de armoede allerlei onderzoeken. Nou, de 10 armste landen zitten allemaal op het Afrikaanse continent. Ja. Bedoel, dan hebben wij het toch eigenlijk nog heel erg goed, zou je dan toch denken? Nou, dat zou je denken, maar onze standaard onze levensstandaard hier is ontzettend hoog. Kijk hoeveel geld je moet betalen voor de huur. Bijvoorbeeld, er zijn geen betaalbare huurhuizen meer te vinden. Hè? Dus voor de huur, voor de zorgverzekering, voor elektra, voor energie. En als je bekijkt, als je kind naar een sportclub moet of zelf naar een voorstelling moet bezoeken. Of als je zelf je kind en zijn vrienden wil trakteren op een verjaardag. Ja, dat kost allemaal geld. En als je het moet leven van een bijstandsuitkering, dan is het echt heel mager. Dus dan is het ook vooral heel relatief. Gert-Jan, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik denk dat het een groot probleem is. Zeker als je ziet dat vooral er al wat zwakkere wijken daar toch de mensen krijgen. En ik denk aan de andere kant dat het juist heel belangrijk is dat je die mensen ook weer aan een baan weet te helpen. Ja. Want dat is vaak het middel om uit die armoede te komen. Ja, maar ook onderwijs, goede onderwijs. Omdat je ziet wel in Nederland, we hebben ontzettend veel gedaan om de klasseverschillen te minimaliseren. En jij bent bang dat dat nu weer uit elkaar gaat? Ja. Oké. Nou, en jij bent begaan met het lot van vluchtelingen. En wat leuk is om te vertellen is dat deze twee heren alweer een deal hebben beklonken dat de vluchtelingen nu verkeersles krijgen van Gert-Jan. Dus dat heb je mooi geregeld. Iets anders, misschien kijken jullie wel de kookprogramma's. Kennen jullie Herman den Blijker en Gordon Ramsay? Ja. Ja, leuk? Ja. Nou, dat is zo'n topkok die slecht lopende restaurants er weer bovenop probeert te helpen. En zo eentje hebben ze in Spanje ook. En een Spaans restaurant uit Utrecht is door dat programma in één klap beroemd. En niet omdat ze nou zulke lekkere tapas hebben, maar omdat een boze topkok de gitaar van de eigenaar in de augracht smeet. Eigenaar Fermin doet niets liever dan iedere avond gitaar spelen voor zijn gasten. Maar de Spaanse topkok Chicote was het daar niet mee eens. Het gitaarspel ging ten koste van de kwaliteit van het restaurant. Hij was het zo zat dat hij Fermins gitaar in het water gooide. A trabajar. La puta vida. En door de gitaar, mooi gitaar, is mijn ziel. Ik ga achter mijn gitaar, zeker. Dit gebeurde allemaal tijdens de opname van de Spaanse variant van Herman den Blijker's Herrie in de keuken. Fermins restaurant Ele Tapas zat 2 weken geleden in de uitzending. En daardoor komen ze opeens uit heel Spanje naar zijn restaurant. Gran Canaria, gisteren komen mensen uit Burgos, Madrid, Barcelona. Ongelooflijk. Buenas tardes, Fermín. De uitbundige eigenaar viel in Spanje meteen op. En een ander programma imiteerde hem zelfs. Fermín vindt het allemaal maar wat leuk. No, ik vind het fantastisch. Iedereen praat over mij nu. Iedereen lacht, iedereen. Dat is bedoeld. Mensen moeten open lachen, leven. Voor mij is excellent. Maar het was niet alleen maar lol. Fermín heeft sinds het programma het restaurant flink moeten verbeteren. Er is een nieuwe kaart en een nieuwe kok. Maar aan de gitaaract wil Fermín niks veranderen. Hij maakt hem voor mij een podium, maar ik weggooi het podium. Ik moet met de klanten zijn. Dus dit geluid blijven de gasten van Ele Tapas elke avond horen.
Nou, goede muziek en betere tapas. Wat wil je nog meer? Het weer dan nog. Lekker weer zou mooi zijn. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen neemt de bewolking in de ochtend toe. 'S middags gaat het flink regenen. Geen Spaanse taferelen. Een graad of 13. De dagen daarna. Middagtemperaturen ook rond de 13 graden. Eerst nog aardig wat regen, maar daarna wordt het rustiger weer en zien we ook de zon weer een beetje. En de weerfoto van vandaag die is van Marco van der Pol. Hij maakte deze prachtige foto gisteravond bij de Rietplas in Houten. Heeft u nou ook een mooie foto? Mailt u die dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Gert-Jan Wijnrink en Bright Richards. We hadden het over verkeerslessen voor ouderen en over de Dag van de Armoede. Dank allebei voor jullie komst. Dit was U Vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En dan zijn wij er morgenavond weer. Fijne avond. Dag!